Ik ben Saartje, ik ben 25 jaar en ik ben junior in Oeganda, in Kampala, de hoofdstad. En ik zit hier ondertussen al een jaar lang. Ik werk als BTC junior ook, maar niet voor BTC zelf, maar voor een NGO, Trias. En ik ben hun communicatie officer. Doordat het juist een heel flexibel team is en ik ook vaak betrokken werd bij andere activiteiten, dat ik ook gewoon geleerd heb dat ik in de toekomst eigenlijk veel liever in een M&E of self-research richting wil gaan. En hoe meer ik dat ook beseft heb, hoe meer ik ook die kans gekregen heb binnen het team om dat te doen. Ik wou junior worden, omdat ik al heel mijn leven, denk ik, heel graag gereisd heb en enorm geïnteresseerd ben geweest ook in ontwikkelingssamenwerking. Ik heb dan ook politieke wetenschappen gestudeerd met een focus op ontwikkelingssamenwerking. En eigenlijk is het BTC Junior Program een van de weinige opties waar je echt als jong persoon kunt in een professionele context gaan werken in een ontwikkelingsland. Dus ik heb onmiddellijk na mijn studies bij BTC de examens gedaan. En het geluk gehad dat ik na de eerste selectieprocedure mocht vertrekken. Ja, niet zo vaak op het terrein. Dus vaak in periodes, tegen het einde van een programma, ga ik vaak dan mee gaan documenteren. Zoals nu dus ook. Ik ben hier eigenlijk in Masindi en Hoima. Dus dat is een van onze districten van Trias, waar we op de voorbije 2 jaar een klimaatveranderingproject hebben gedaan. En we komen hier eigenlijk om te gaan documenteren wat er nu eigenlijk goed is gegaan. Wat zijn good practices die de kleine boeren zouden kunnen gebruiken om beter om te gaan met klimaatverandering. Dus ik ben hier om dat vast te leggen in samenwerking met Sam, die voor mij dan de foto's neemt, zodat wij een kwaliteitsvolle publicatie kunnen maken, gericht ook niet alleen binnen Oeganda, maar ook daarbuiten, naar gelijkaardige contexten. Je gaat zot! De samenwerking met Saartje verloopt echt prima. Communicatie is voor elke organisatie belangrijk, ook voor Trias. Niet alleen voor je herkenbaarheid, maar ook voor bijvoorbeeld het genereren van nieuwe fondsen. En sinds Saartje aanwezig is bij ons, krijgt communicatie alle aandacht die het behoeft op een hele professionele manier. Ik denk dat Kampala een heel toffe stad is om als junior te zitten. Het is echt redelijk levendig. Ook heel veel andere expats, een grote sociaal leven. Je kunt hier echt wel je ding doen. Het is ook relatief veilig en gemakkelijk om rond te komen. Ja. Naast het werk ga ik vaak eens iets gaan drinken, eten. Er zijn hier veel mensen, dus gewoon wat samen rondhangen. Af en toe zijn er ook wat meer culturele events, zoals een klein festivalletje of muziek optreden. Als ze mij zouden vragen om een junior program opnieuw te doen, dan zou ik het direct opnieuw doen, ja. Ik denk dat iedereen hier zo'n ervaring heeft gehad, dat gaat beamen. Het is gewoon, je bent gesimuleerd door heel veel verschillende culturen. Ik krijg ook heel veel kansen op mijn werk. En ik denk dat dat echt een zeer unieke kans is, nog steeds. Ja.